Ik ben Robert, ik kom uit Amsterdam. Ik ben internationaal meester en schaakprofessional en ook onderdeel van het Chess City team. Ik ben Erwin Lamy, ik ben een schaakgrootmeester en ik speel al vanaf mijn vijfde schaak en ik kan er eigenlijk geen genoeg van krijgen. My name is Yohanan Afeek. I'm Israeli, but I'm living in Amsterdam for quite many years. And I'm a chess player by profession already for 50 years. And I am also an endgame study composer. And I do things related to endgame studies and tactics for Chess City. Ik ben een aantal jaar geleden bij het team erbij gehaald. Ik heb in eerste instantie heb ik heel veel opgaves ontwikkeld. Dus de puzzels die je maakt op de site, ja, het zijn meer dan, ik weet niet hoeveel het er zijn, maar ik heb er zelf meer dan 10.000 gemaakt. Dus dat zullen er nog veel meer zijn. En ik heb ook de eindspeltrainer ontwikkeld, samen met Erwin Lamy en Yohanan Afeek. Ik heb een aantal lesjes gemaakt waarin een beetje de beginselen van het eindspel worden uitgelegd. Met name pionnen- en toren-eindspel. Hetgene waar ik het meest trots op ben zelf is de eindspeltrainer die ik gemaakt heb. Is ook wel vrij pittig, is echt voor de gevorderde schaker al. In het kort gezegd heb ik een selectie gemaakt van ongeveer 1000 eindspelstellingen. Waarvan ik denk dat het eigenlijk voor elke schaker essentieel is om die in het arsenaal te hebben. Endgames has a crucial importance if you can survive the opening and the middle game and you get a second chance. But if you make mistakes in the ending, it can be fatal and you have no way back sometimes. Yes. So they are quite important. Yeah. But on the other hand, if you study the endgame, it's knowledge for life, while opening studies, they are also a matter of fashion and discussion, but the endgame knowledge is usually very concrete and very definite, and it gives you actually tools to deal with this part of the game for the rest of your career, so quite important. Yes. Je kan zelf een rating krijgen op Chess City. Dat is een heel leuk en motiverend systeem. Hoe meer opgaves je goed oplost, hoe hoger je rating wordt. En dat geeft dan je speelsterkte aan. Kun je zelf mee vergelijken met andere sterke schakers en ook grootmeesters. En de puzzels zelf die hebben ook een rating, want iedereen maakt die puzzels. En aan de hand daarvan, of mensen hem goed maken of slecht, wordt eigenlijk bepaald hoe sterk die opgave eigenlijk is. Dus dan krijg je ook een indicatie van hoe moeilijk een opgave is. Nou, op Chess City is eigenlijk alle opgaven zijn gerangschikt op sterkte. Dat betekent dat zowel voor een beginner als voor een grootmeester eigenlijk een volledig lesprogramma beschikbaar is. En dat wordt ook continu uitgebreid. Dus op die manier, wat ik zeg eigenlijk van beginner tot grootmeester, is iedereen eigenlijk welkom om zijn trainingsprogramma op Chess City te volgen. En ik ben daar heel enthousiast over. Ja, ik maak zelf ook heel veel fouten op Chess City. Er zitten niet voor niets ook heel veel grootmeesters. Dus dat betekent dat er ook gewoon veel moeilijke opgaven bij zitten. En ik heb ook wel eens gehad dat ik een stomme opgave maak en dat ik er niet zoveel zin meer in heb. En dat heb je altijd. Maar over het algemeen, je komt altijd met de opgaves terecht op een niveau waar je thuis hoort.